Er zit een vlek op het randje van mijn capuchon. Hey, Winky en hallo ze. Lang zal ze leven, lang zal hij leven, lang zal hij leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Van harte gefeliciteerd, lieve Zik. Hopelijk heb je een hele fijne dag. Goeie avond, Winky. er zit hier een kleine vlek op de capuchon. Okay. Mijn teen die eruit wil, zeg maar, uit de schoen. Dus ik heb gewoon... Dat is niet eerlijk! Wie deed dat? Glutenkoekje! Dankjewel. Waar waren we? Hier zit van het memory foam in en daar hou ik zo van. En ik dacht, en toen zei oma van, hier heb je geld. Hier heb je de tijd. Oh my god, nou doet alles pijn. Anonymous! Oké, de timer is opnieuw gezet, Winky. Op 3 minuten. Hele wandeling, maar we zijn er. Bamboezels voor de fools. Bamboezels voor de dankjewel. Zo leuk. Wat zijn jullie lief weer? Dank voor vandaag. Maar deze groene is ook mooi. Deze is inderdaad... Holy cow. 100 knopen om een... 100 knopen om een... Hoe vaak ga ik dat nog fout zeggen? 2,4, dacht het niet. Nee. Oeps. Waarom? Ik wilde hier een plusje van maken. Daar is die. Waarom zitten er zoveel spaties? Ja, het werkt. Dankjewel. Abonnement. Stop even met subben, zo kan ik nooit bovenaan staan. Ja, Sven. Ah, oh, dankjewel. Nee, jij bent de enige die dit met... Godverdomme, die stond zo hard. Oh mijn god, dat was niet leuk. Kom maar met die bitties, kom maar met die bitties. Zit ook gewoon in mijn handbagage. Heb ik een e-book mee, Sven? Ik ga je graag wat laten zien. Maar daarvoor moet ik even een stukje lopen. Moment. Are you ready for a bookie? Nee, grapje. Ik neem best wel wat boeken mee naar Australië. Je verklaart me misschien wel voor gek, maar... Deze boeken gaan mee naar Australië. Ik kan toch niet weg zonder boeken, man. En dit is niet het enige. En dat is nog wel het erge, Sven. Ik was sowieso van plan om deze mee te nemen. En dit is het boekje hoe je de beste versie van jezelf wordt. Deze heb ik van Veer opgestuurd gekregen. Echt super lief. Was echt een mega... Oh, daar gaat het kaartje eruit. Want ik neem Veer's kaartje ook mee als boekenlegger. Maar deze wilde ik sowieso meenemen. Want ik denk, weet je, dat is een perfect formaatje voor onderweg. Toen zag ik dus dat ik er nog zo eentje had. Want ik heb laatst deze gedichtenbundel gekregen van uitgeveraar Palmslag. Ik dacht, weet je wat, deze kan ik ook meenemen. En nu had ik van de week gereageerd op een Instagram post van uitgeveraar Palmslag. Op Instagram. Instagram post op Instagram. Mm-hmm. En wat valt er vervolgens in zaterdag in de bus? Een freaking boek.
het boek waar ik op gereageerd had. En ook met een geweldig kaartje van joh, hoi Femke, we wensen je alvast ontzettend veel plezier in Australië. Hier een boek dat je hopelijk nog meer zal inspireren voor, tijdens of na je reis. Dus ik neem deze drie boeken fysiek mee. Ja, en ik twijfel nog steeds wat ik Rianne's boek meeneem om te laten signeren. Maar dat worden heel veel boeken. Ik ga wel even laten zien welke ik nog meer wil kopen. Ik wilde niet naar Coolblue, ik wilde naar Bol.com. En dan het boek Toeval. Suzanne Musquet. Suzanne Musquet. En dat gaat over doodskisten. Over een uitvaartverzorger. En het is een beetje, ja, toch wel een beetje romantisch, denk ik. Ik weet eigenlijk niet wat... Het is een feel-good boek. Oké, weet je, dan lees ik het wel. Maar als het echt een roman was, Tiledoki, dan lees ik het niet. Maar deze wil ik heel erg graag meenemen op mijn telefoon. Zodat ik deze gewoon in het vliegtuig overal kan lezen. Of in de bus. Wanneer ik niet aan de fysieke boeken wil beginnen.